Nou, zo hard als je kan, hè. Kom op, jongens. We gaan. Aan de muur te zien is deze foto hier genomen. Dit is de selectie van Eska uit 1994. Want vandaag duik ik de badmintonwereld in. Esther hier vooraan speelde op hoog niveau badminton en is tegenwoordig kinderfysiotherapeut. Dit is Lex Koenen. Hij won maar liefst 3 keer het NK, maar zijn zus Eline won 6 keer het Nederlands kampioenschap. En dit is hun vader, Louis Koenen. Hij was destijds de trainer van dit clubje en zo'n beetje de godfather van het badminton in Arnhem. Ah, zo, lekker zeg. Dit is mijn gast van vandaag, Brenda Beenhakker. Ze begon hier bij Eska en werd later 5-voudig Nederlands kampioen in het enkelspel, badminton dus. En vandaag breng ik haar weer samen met dit mooie clubje. Lange benen, mager, blond koppie, erg gemotiveerd en gedisciplineerd ook. Dat ze 18 was toen ze Nederlands kampioen werd. Ja, en vrolijk. En altijd in voor lol en feestjes. Ja, en goed op de baan. Het is altijd lachen, gieren, brullen met Brenda. Het is een werkpaard. Maar aan de andere kant, ik kan vreselijk mee lachen. Brenda was natuurlijk ook als meerdere in de club daar ook heel uniek en ook heel enorme drive in de beste willen worden. Want ze wilde toch altijd wel zo snel mogelijk scoren, maar de kracht is zeker waar ze veel wedstrijden op heeft gewonnen. Brenda Beenhakker wordt in 1977 in Arnhem geboren. Als klein meisje speelt ze in de tuin al met een badmintonracket en op haar 10e meldt ze zich aan bij de sportvereniging SK in Arnhem. Daar ontwikkelt ze zich snel, want een jaar later wint Brenda het Nationaal Badmintonkampioenschap voor de jeugd. Ze wordt meteen geselecteerd voor de nationale selectie, waar ze uiteindelijk 19 jaar voor zal uitkomen. Naast haar sportcarrière volgt Brenda de sportopleiding SIOS. Op haar 17e wint Beenhakker de Europese titel voor de jeugd en wordt ze voor het eerst Nederlands kampioen bij de senioren, wat haar in het enkelspel in totaal 5 keer zal lukken. Nationaal kampioen Brenda Beenhakker! Op haar 31ste stopt Brenda met topsport. Inmiddels werkt ze in de kinderopvang en is ze trainster van het Arnhemse BK 2000. Brenda, bij Sportcentrum Valkenhuizen in Arnhem, waar een groot deel van jouw sportcarrière heeft plaatsgevonden. En ik heb een hele mooie foto gevonden uit 1994, heel waar mooi. Jij opstaat met een mooie glimlach. Nou hè. Wat was het voor een team? Dat was eigenlijk een beetje in het begin dat ik Eredivisie ging spelen. En ik was dan echt het jonkie van het team. Ja, de mensen eromheen, dat waren gewoon de ervaren spelers. En ik moest die ervaring nog opdoen en die hielpen daar een beetje mee. Ja, voelde het een beetje als een kampioensteam? Ik heb het eigenlijk nooit zo gezien. Ik vond het gewoon een heel leuk team, een heel gezellig team. En eigenlijk de hele club Arnhem in die tijd, dat was gewoon dat was één familie. En dat voelde ik eigenlijk hier bij dit team ook. Ja. Ja. Hoe vind je het om ze weer terug te zien straks? Ja, lijkt me wel leuk. Een aantal, even kijken, die zie ik nog wel eens. Maar de rest, heel veel wonen ook aan de andere kant van Nederland. Dus dat lijkt me wel heel leuk. 1994. Ja. We gaan een stukje Hockey. Terug in de tijd. Zeker, ja. Brokkie, ja. Want toen was je? Even kijken, ik ben nu 36. Dus toen was ik, even kijken, moeten we even gaan rekenen hoor. 14? 15, zoiets? Ja, 15. Nu kan ik rekenen van. Ja, 17 het is. We gaan wat filmpjes bekijken van jouw oud-teamgenoten. En de eerste gaat over Esther Villanueva en Louis Koenen. Okay. Hoe zou jij vader Koenen in het kort omschrijven? In het kort? of kan dat niet in het kort? Nee, ja, dat is gewoon zo'n lieve man. En die zoveel voor
ja, voor ons over heeft gehad. Als jij bijvoorbeeld, ik zat voor een Nederlands kampioenschap en je moest om 11 uur spelen bij wijze van. En hij had zoiets van, die slag zit er niet zo goed in. Dan zei hij van, kom om 7 uur morgenochtend. Dan ga ik met jou de hal in en dan ben je klaar voor het toernooi. Ja, die stond gewoon voor echt iedereen klaar. Ja, ja, gewoon. En dat ging zelfs zo ver dat hij soms ook jullie in huis nam, hè? Ja, precies. Kijk maar even mee. Nou, leuk. Louis Koenen wordt ook wel de godfather van het Arnhemse badminton genoemd. Hij trainde niet alleen met veel passie talloze talentjes, hij nam ze ook op in zijn gezin. Eén daarvan was Esther Villanueva, die vanaf haar 15e bij de familie Koenen woonde. Hey, hola boy. Hoe is het? Zo, kom binnen. Ja. Vandaag komt ze voor het eerst weer terug in haar oude kamer. Oh, daar is niks meer van over, joh. Ik herken het niet meer. Hè? Ik herken het niet meer. Nee. Jeetje. Nee. Gaaf, man. Ja. Dat is even wat anders dan toen ik hier woonde. Ja, want hier was... Kijk, dit was jouw kamer. En hier was een kamertje. Ja, daar zat anderen in. Als ik beter wilde worden met badminton, dan zou ik elke dag moeten trainen. En ik woonde niet dicht in de buurt. En had ik gevraagd van, joh, als je beter wil worden, mag je bij ons in huis komen wonen? Maar ja, toen was ik wel 15. Die keuze die heb ik gemaakt. Ik ben hier komen wonen. Maar in dat jaar heb ik ook mijn vader verloren. Dat was de reden waarom ik zou gaan verhuizen. En is niet meer alleen mijn trainer, maar was ook echt mijn vaderfiguur. Dus hij heeft mij zeg maar, vanaf mijn 15e zeg maar, verder opgevoed. En waar ik nog steeds dankbaar voor ben. Nou ja, goed, hier zat dan een wand voor. En er zaten hier dan 2 klapdeurtjes. En die hoorde je dan ook piepen en kraken als er iemand binnenkwam of uitging. En dan sliep ik zeg maar, onder dat schuine gedeelte. Er lag een matras van mij. En dan had ik hier wat kastjes staan met prijzen erop en met muziek en noem maar op. Ik was vaak weg. Ik had een ambulante job. Internationaal moest ik veel, elke maand moest ik wel op reis. Ja, en dan zaten de kinderen gewoon thuis bij mijn vrouw. Dus zij ving eigenlijk alles op, deed al het rotte werk en dergelijke. Ja, nou ja, en ik was met hun bezig, maar het was tegelijkertijd mijn hobby. Ik was niet de enige hier in huis, nee, het was hier altijd iemand in huis. En nog veel meer pleegkinderen als ik natuurlijk. En dan kwam, elke dag kwam al iemand logeren als we van ver kwamen van ja, maar dan moeten we als werk om, nou, dan blijf je toch slapen. Dat is altijd goed. Het was gewoon een zoete inval. Dit is mijn kamer geweest. Geweldig. Good old days. Leuk, ja. Hoor. Ik zou zo weer terug willen. Ik zou niet, als ik over zou moeten doen, zou ik hetzelfde doen. Ja, ja. Zou ik weer hier komen wonen. Ja. Absoluut. Ja. Als je klaar was met trainen, kon je met alle problemen die je had, al waren het liefdesproblemen of dingen op school of wat dan ook, hij was natuurlijk altijd voor je. Dus voor mij is het wel heel bijzonder. Ik kan wel een moment aanhalen op, toen ik ging trouwen. Op die dag heb ik geen één traan gelaten. Toen s'avonds Louis binnenkwam, nou, toen moest ik wel huilen. Ja. Dat was mijn vader, mijn tweede vader, ja. Dat is heel bijzonder, ja. Leuk. Ja, voelde het voor jou ook wel eens als een tweede vader? Ja. Ja, die kende mij ook door en door. En ja, ook als ik ergens mee zat of zo, ik had het nog niet eens verteld. Kom Bren, zegt hij. En dan nou, ging ik mijn schouder even losmaken. En hoe is het nou op school? Nou, dan ging het bijvoorbeeld even niet lekker. Ja, niet zo lekker. Nou, moet je dat en dat en dat doen. En dan, nou, dan kom je daarna kom je even trainen. En dan was ik weer helemaal relaxed. En dan ging het ook op school weer goed. En ja, die snapte je gewoon. En wat heb je uiteindelijk in het badminton echt van hem geleerd? Louis is iemand die... nou, hij ging dan ook voor zaken bijvoorbeeld naar Indonesië. En dan kwam hij altijd terug. Bren, kom, we moeten de hal in. Ik heb een nieuwe slag. En dan moest je een nieuwe slag gaan doen. Hè? En dan, hij had gewoon altijd nieuwe dingen. En hij ging allemaal trucjes verzinnen waardoor jij beter kon worden. En wat je tegenwoordig met trainers ziet, is van, nou, ze doen de training en ze zijn klaar. En hij ging altijd door om jou beter te maken. Voordat jij mij een masterclass badminton gaat geven, ja, het staat toch altijd nog steeds een beetje bekend als campingsport, hè? Precies. Maar waarom koos jij ervoor om dit als topsport te gaan beoefenen? Ja, eigenlijk wilde ik altijd al van kleins af aan. Ik was een jaar of 3, 4 en dan wilde ik tennissen met papa. Maar badminton kon ik gewoon niet uitspreken. En dan ging hij met een racketje en een shutteltje en ik kon er helemaal niks van.
En toen ik 10 was, zei mijn moeder, nou dan gaan we toch eens een keertje kijken of het wat is. Maar die had inderdaad het gevoel nog van, het is een campingsport, ja. Helemaal geen competitie of zo. Ja, en eigenlijk vanaf mijn 10e is het in een stroomversnelling gegaan. Toen was je verkocht. Ja, precies. En nog steeds. Nou, ik ben benieuwd of dat virus ook op mij gaat overslaan. We gaan het proberen. Ja, ik zeg let's go. Yes. Oh. Ik knal er best wel. Ja, dit is zo lekker. Zo. Wat voor kwaliteiten moet je nou bezitten om een goede badmintonner te zijn? Ik denk dat snelheid heel belangrijk is. Reactievermogen, het is toch, want heel veel mensen vergelijken het met tennis. En badminton is toch iets meer reactiesport dan tennis. Ja, en een stukje kracht, uithoudingsvermogen, dat is gewoon heel belangrijk. Badminton blijkt na boksen de ene zwaarste sport te zijn. Dus, echt? Vandaar ja. Dat ik zo zweet. Ja, precies. Ik dacht dat het niet zo warm was. Ik zie bij jou geen zweetruppeltje trouwens. Nee, nog, dat komt nog. Dat komt nog. Jeetje, ja, het is wel pittig. Ja. En kracht inderdaad ook, want daar stond jij heel erg onbekend, toch? Ja, dat klopt. Een powerwoman. En wat vond je lastig? Een beetje, ik was mentaal niet de sterkste, denk ik. Ik had ook niet echt de topsportmentaliteit die je moet hebben over lijken gaan. En dat had ik niet, dus ik denk dat dat een beetje mijn manco was. Had je meer uit je carrière kunnen halen als je mentaal sterker was geweest? Ja, als ik mentaal sterker was geweest, misschien wel. Dat wel. Maar ik denk, de rest dat ik ook nog een leven ernaast wilde of dingen niet heb opgegeven, dat denk ik niet. Want ja, ik vond het zo leuk, de sport. En dit is eigenlijk voor mij het maximale wat ik eruit kon halen. Carrie, wat zou je nog willen leren eigenlijk? Ik zou wel echt goed willen leren smashen, want daar ja, was jij ook goed een in. Beetje van de harde slaan. Ja, ja, ik ook hoor. Ja. Dus dat was ook een van mijn sterkste punten, de smash. Out. Met badminton is echt met het hele lichaam dat je erin gaat en dat je echt die sweep hoort om naar beneden te slaan. Okay. Maar het belangrijkste is dat je hem hoog pakt, dan gaat hij vaak naar beneden. Ja, laatste. Nou. Ja. Hè? En je had niet een doel voor ogen van ik wil een Olympische Spelen halen en dan is het dus waard om wel dat leven te leiden? Nou, dat wilde ik wel, maar wel op mijn eigen manier. Gewoon niet dat ik alles ervoor op moest geven, want ja, ik zei het werkte gewoon niet. Nee. Dus ja, waarom zou ik dat dan gaan doen? En ik heb leuke resultaten gehaald, Nederlands kampioen een paar keer, brons op het EK. Dus ik denk ja. Is toch ook goed, dacht ik. Ja? Ja, ik ben wel tevreden over mijn carrière. En ik heb, ik ben de hele wereld over geweest. Ik heb mooie dingen gezien, leuke tijden gehad. Dus ik ben tevreden. Lonneke Janssen zat ook bij jou in het team. Leuk. Zullen we eens even kijken wat ze over jou te vertellen heeft? Lonneke Janssen speelde als meisje altijd op recreatief niveau badminton, maar wilde al gauw meer. Op een bijzondere manier kwam zij met Eska en Brenda in aanraking. Dit is het artikel van Brenda wat ik heb gelezen in de krant toen ik een jaar of 15 was. En dat heeft mij toen zo getriggerd dat ik dacht, ik wil ook net zo goed worden. En dat heeft mij de aanleiding gegeven om Louis Koenen te gaan bellen. En om te vragen of ik daar ook dan alsjeblieft in dat halletje mocht trainen. Ik dacht, dan word ik ook zo goed. Dus Brenda heeft me toch eigenlijk wel geïnspireerd om bij Arnhem te gaan trainen. Vooral bij Louis dan. Dus daarom vond ik het wel erg bijzonder om dit nog even terug te lezen en terug te vinden. Brenda, dat was voor mij prototype feestbeest, zeg maar, naast het badminton. Ik denk dat ze zichzelf daar ook wel erg in zal herkennen. Maar iedereen was altijd heel serieus op Nederlandse toernooien. Dat duurde dan 2 dagen, zaterdag, zondag. En dan had je op zaterdag de halve finale en de finale. Maar dan was het echt dat Brenda op zaterdagavond, die ging dan op stap. Hè? Die moest dan nog even in de stad zich ontspannen, een dansje maken, zoals het zelf noemde.
En dan won zij gewoon op zondag het toernooi. Terwijl die anderen lagen dan om 10 uur strak in bed. Hè, goed eten, goed drinken. En Brenda dacht, ach, ik heb juist mijn ontspanning nodig om te winnen en te presteren. Dus Brenda was echt een aparte, ja. Het was natuurlijk wel frustrerend als je daar tegenover stond. Als je dan een keer toevallig tegen elkaar moest spelen. En Brenda die was de avond ervoor in de stad geweest. Het was namelijk ook niet mijn voorbereiding om naar de stad te gaan. Dan dacht je wel, shit, zij gaat gewoon heel laat naar bed. Ze leeft niet zoals wij dat of beleefd hebben de avond van tevoren. En ze wint gewoon. Ja, dat was soms nog wel eens frustrerend. Maar ja, voor haar natuurlijk hartstikke gunstig. Ja. Grappig, ik wist helemaal niet dat ik inspiratie was. Ja, jij was haar grote voorbeeld. Ja, grappig om te horen, wist ik niet. Zoveel jaar later krijg je dat soort feitjes toch nog eventjes, hè? Ja, precies. Ja. Nou, heel leuk, hoor. En dat over dat face-based, heeft ze ook wel gelijk in? Ja, ik kan het hier wel gaan ontkennen, maar het heeft geen zin. Ja, dat was ik inderdaad. En nou, inderdaad, wat zij zei, dat was zo mijn ontspanning voor een toernooi. En dan natuurlijk, je dronk wel eens wat, maar dat ging natuurlijk niet helemaal... Bezat, hè? Nee, precies. Maar dat was gewoon mijn ontspanning en dan kwam ik weer vrienden tegen. En dan op een gegeven moment ging ik naar huis en dan dacht ik de volgende dag, ik ben er wel klaar voor. Maar werd er door meer mensen vreemd tegen aangekeken binnen de badmintonwereld? Ja, wel, want bijna niemand deed dat. Nee. En toen op een gegeven moment was er een toernooi en mensen die gingen mee met mij. Ja, die waren de volgende dag helemaal brak. Ja, ik had daar gewoon geen last van en ik vond het zo leuk. En ja, dat paste gewoon bij mij. Ja. Apart, hè? Ja. En trainers die tolereerden dat ook? Ja, want die wisten, nou, dan komt Louis Koenen weer om hoek kijken. Die wist ook dat ik zo was. Eigenlijk van kleins af aan, toen ik 12, 13 jaar was, zat ik op de middelbare school. En die zei van, nou, had je zo'n schoolfeest. Meid, gewoon heen gaan, want de volgende dag had ik Nederlands jeugdkampioenschap. Gewoon heen gaan, lekker dansen, zegt hij. Beetje op tijd naar bed. Nou, dat was dan 12 uur, 1 uur, want het duurde niet zo lang. En hij zegt van, komt het goed. Zo, Brenda. Ja. Dit is waar jij werkt. Ja, precies. Je blijft in Wiegen. Ja. Wat doe je hier precies? Wij verzorgen de kindjes hier van 0 tot 4. Het zijn verticale groepen. Ja, en we bereiden ze eigenlijk voor toch op het basisonderwijs. Ja. En wat is jouw groep? Dit is de gelachkamer. De gelachkamer? Ja, er zijn een aantal kindjes op. Dus ze zijn al heerlijk aan het spelen. En wordt er veel gelachen hier? Ja, als zonder camera sowieso. Ik weet niet met camera hoe het dan gaat. Nou, dat gaat er nu uit. Het is een meneer met de camera. Zie je dat? Gezellig, dan gaan we lekker spelen, hè? Dan ga ik mijn baby zien. Dan ga je mijn baby zien, heel goed. Is het werk anders geworden voor jou nu je zelf ook moeder bent? Je gaat op andere dingen letten. Een beetje van, je kunt je meer verplaatsen en je gaat inderdaad ook qua ontwikkeling. Ja, je maakt er dan veel heel dichtbij mee iedere dag. Dus je gaat wel anders naar babytjes kijken, naar kinderen kijken. En ja, op zich leer je er wel heel veel van. Ik denk dat de beste leerschool is, hoor, zelf een kindje krijgen. Ja. Dus nee, het is heel leuk. En ik heb de kindjes echt gemist. Ik ben lang eruit geweest. Dus ik vind het heerlijk om weer aan het werk te gaan. Die heb ik van jou al gezien. Die is nog aan. Ja, dat mag. Die van jou? Nee. Dat is lastig, hè, die kleine knoopjes. Ja. Nou, leg die spulletjes maar in, Luc. Zo, je hoeft je zo niet voor te motiveren. Nog een beetje. Ik heb wel altijd gezegd, als ik stop met internationaal badminton, dan ga ik de opleiding SBW 3 doen en dan ga ik de kinderopvang in. Nou, dat is ook uitgekomen. Ja. Ja. Is het lekker om ook weer... Is het fijn om ook op deze manier zeg maar weer maatschappelijk bezig te zijn? Ja, ja, want je merkt echt wel, ik zit dan vanaf mijn 10e zit ik al in de selectie. Ja. Nou, op mijn 28e stopte ik internationaal. En dan het is eigenlijk gewoon 3 weken weg, een weekje thuis zijn, 3 weken weg, weer toernooien spelen. Dus het hele maatschappelijke, ja, dat is er eigenlijk niet. Nee. Dus, en ik heb eigenlijk, want ik was wel een topsporter, maar ja, ik vond uitgaan vond ik leuk. En toch wel andere dingetjes erbij doen. Ik heb wel een cursus sportmassage gedaan, dus ik wilde altijd wel iets bij hebben. Maar dit is uiteindelijk wat ik altijd heb gewild.
Want wat miste je vooral aan het gewone leven, als je een topsportleven leidt? Nou, wat ik heel moeilijk vond, is de omgang steeds met dezelfde mensen. Iedere dag dezelfde mensen zien, heel veel over badminton praten. En ik had zoiets van, ja, ik train al zoveel, dan hoef ik ook niet meer de naam over badminton te praten. Ja, en ik was wel een topsporter, maar ik vond uitgaan toch wel heel erg leuk. Dus ja, en dat werkte voor mij gewoon. Ik kwam soms echt om 5, 6 uur thuis ochtends. En dan moest ik om 8 uur moest ik trainen. Ja, dat ging allemaal heel goed. Ja, en toen hebben trainers op een gegeven moment ook gezegd van, als dat bij jou werkt, doe maar. Ja, dus, je had gewoon echt die andere kant ook ja, nodig om echt goed te presteren. Ja, ja. Hey, hier naar. Dan ga ik er even naast zitten. Heel goed. Hoppa. Zo, gezellig. Allemaal in de zandbak. En wat voor rol heeft badminton nu nog in je leven? Nou, ik geef training in Arnhem. En, bij jouw clubje weer? Ja, ja, precies. En dat vind ik wel heel erg leuk. En ja, ik vind alle sporten wel leuk, maar toch als ik weer op die baan sta, dan denk ik, ja, dit is gewoon mijn sport. Maar als trainer heb je ook verplichtingen. Toch? Ja, natuurlijk. Dus ja, uiteindelijk gaat er toch wel weer tijd in zitten, neem ik aan. Ja, dat wel. Maar het is, bij Arnhem is het niet het hoogste niveau waar ik nou training geef. En dat vind ik eigenlijk ook wel het leukste. Gewoon de mensen die enthousiast zijn, die je gewoon heel veel kunt leren. En ja, waar het toch ook, dan komt het toch weer terug het stukje gezelligheid. Ja. Dat is gewoon, ja, dat blijft voor mij gewoon heel belangrijk. Ja, gezelligheid combineren met de passie voor jouw sport. Ja, precies. Ja. Ja. Het laatste filmpje gaat over Esther Fleurbaai. Heb je enig idee wat zij inmiddels doet? Ja, ze deed iets van kinderfysiotherapie. Klopt. Ja, want ik heb nog, ja, daar heb je Facebook weer voor, hè? Ja. Dus dan ben je wel een beetje op de hoogte van alles. Ja, leuk. We hebben haar opgezocht. Kijk maar mee. Oké. Oh, wat gezellig. Weet je wat? We gaan beginnen. Zal ik dat dan? Geef je deze aan mama? Esther Fleurbaai is inmiddels kinderfysiotherapeut en heeft sinds 2004 haar eigen praktijk aan huis in Ermelo. Esther werkt vooral met jonge kinderen en dat vergt wat speciale tactieken. Nou, laat eens even kijken. Zo, ja, kijk eens. Nou wordt het een speedboot. Heel goed. Ik start eigenlijk vanuit het spel van het kind en vanaf de fantasie van het kind. En daarin probeer ik zo te sturen dat ik graag wat ik graag wil. Schommel is, zorgt ervoor dat zij bewogen wordt zonder dat ze daar zelf invloed op uitoefent. Ze doet wel trekken en duwen, maar zij beweegt zeg maar vrij van de onderlaag. Dat geeft een bepaalde impuls in je evenwichtssysteem. En door de zakjes van de bodem af te pakken, krijg je constant kruising van de middenlijn. Hé, hey, ga eens rechtop zitten op die boot. Ja. Zeker binnen de SI-therapie, dus vanwege de sensorische informatieverwerking, is het gewoon heel belangrijk dat je meegaat in het spel van het kind. Bij Julie bijvoorbeeld, vorige week was ik mega Mindy. En zij was de boef. Dus ik was heel blij dat ze dat vandaag niet gekozen had. En zo probeer ik het kind te volgen, maar wel zo te sturen dat ik graag wel wil wat er uitkomt. Van de periode waarin Esther met Brenda Beenhakker badmintonde, herinnert zij zich vooral het fanatisme van een hechte groep. Brenda die bleef altijd gaan. Dat was echt een trainingsbeest. Ja, die draaide haar hand daar ook niet voor om. En die deed rustig dan per hoek een kwartier, zeg maar. Waar ik na 10 minuten dacht van, nou, zullen we partijen doen? Dan deed Brenda er nog wat bij. Maar in welke 5 woorden zou Esther Brenda omschrijven? Power. Vrolijk, spontaan, gein, betrouwbaar. Ja, dat zijn mooie woorden. Ja, zeker. Ja. Goeie omschrijving? Ja. Ja. Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ja, en ja, die hebben mij natuurlijk ook van kleins af aan, of tenminste van jongs af aan meegemaakt. En die kennen hem ook wel door en door. Ja, ik denk dat het wel goede omschrijvingen zijn. Leuk om haar zo weer terug te zien. Ja, leuk. Ik wist wel dat ze kinderfysiotherapeut was, maar ik wist niet dat het aan huis was en hoe het huis was. Wel heel leuk. Ja. Heb je zin om haar en alle anderen van het team weer te zien? Absoluut. Ja? Laat maar komen. Zullen we naar de reunie gaan? Dat is goed. Oké. Okay. Gezellig. Zo heel lang geleden. Die gaat ze allemaal wel herkennen, denk ik, toch? Ja, dat denk ik wel. Maar ik ben wel heel blij.
Bent u er klaar voor, mevrouw Beenhakker? Ja, ik ben er klaar voor. Oh, kijk, daar staan ze al. Clubgenoten, hier is jullie oud-teamgenootje Brenda Beenhakker. Hallo. Hallo. Ga lekker met z'n allen. Hoe is het? Goed. Gezellig. Oké, je zit al aan het bier. Ja, natuurlijk. Hallo. Alles goed, jongen? Ja, goed met me, ja. Goed zo. Goed. Hallo. Ja. Leuk. Dat is lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Hallo. Alles goed? Ja, goed. Met jou? Ja, goed hè, goed hè. Hi. Hey, leuk filmpje, man. Ik zat op wel een goeie. Ja, jouw inspiratie. Ja. Nou, ze vroeg van mij en toen dacht ik, hoe is het ooit begonnen? En toen kom ik bij dat stukje en dan had ik het ook nog. Ja, leuk. Dat is echt leuk. Hey, jouw vriend. Hey. Alles goed? Alles goed, ja. Jullie met jou? Ja, goed hè. Dank jullie. Ja, dank je. Hey, Tom. Nou, op meisje. Hey. Lange dag, ja. Leuk filmpje? Ja, echt. Ik heb hier gezien. Ja, is heel leuk. Hallo. Leuk filmpje, man. Ja? Vond je het leuk? Ja, ik wist niet eens dat jij dat zo had allemaal thuis. Nee, dat is echt leuk. Ik dacht dat je dat wel wist. En betrouwbaar. Dat vond ik wel. Ja, leuk. Ja, helaas maar dan liefst. Hallo. Echt een stuk alles op de kleine. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hallo. Het was eigenlijk niet alleen badminton. We zijn eigenlijk één grote familie geworden. Maar je merkt wel dat het wel belangrijk voor elkaar is dat je elkaar wel ziet. Want het is toch een, ja, je jeugd, je, ja, je, eigenlijk je trainersopleiding, je hele persoon, hoe je je tot nu, hè, je nu ontwikkeld hebt. Het is heel leuk om sommigen weer te zien. Kijk, sommigen die zie je toch nog wel één keer in het jaar. Maar na 20 jaar niet, dan is het heel leuk om elkaar weer te zien. Ja. Gewoon het lekker samen zijn met elkaar en alle verhalen ophalen, ja, dat vind ik echt heel erg leuk. Altijd heel leuk. Want het is, ja, je kan over van alles praten. Je kan over je vakgebied praten, badminton. Maar ook over een gezin, alles delen met elkaar. Mevrouw Beenhakker, ja, hoe vindt u het tot nu toe? Ja, ik vind het gezellig. Ja? Helemaal leuk. Lijntje erbij. Ja, als ja, ouds. Ja. Ja, met een lijntje erbij lijkt het me wel goed om even een toast uit te brengen. Ja, ik vind het prima. Dan moeten we alleen even dit gekakel allemaal stil krijgen. Ga ik het doen? Ja? Ik dacht eerst dat we het hadden. Hallo allemaal. Ja, zo, aandacht. Nou, Brenda vindt het tot nu toe gezellig. Jullie ook, hoop ik. Ja, we elkaar weer te zien. Nou, dan willen we graag een toast uitbrengen. Jij mag wat zeggen. Nou, mag ik wat zeggen? Dat is heel onverwacht. Nou, ik vind het hartstikke leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik wist echt niet wie er zouden komen. En ik heb net hele leuke filmpjes gezien. Leuk voor jou ook, hoe je over Louise sprak. En Lonneke, dat ik inspiratie voor haar ben geweest, wat ik niet eens wist. Nou, dat is best leuk. En woorden van Esther Fleurwij, dat ik betrouwbaar was en geinig en zo. Hartstikke leuk. En ik hoop dat jullie ook een beetje herinneringen ophalen hier. En dat we het even gezellig hebben. Maar dat zal wel lukken. Ik zie allemaal bier en wijn, dus het zal elkaar best goed komen, denk ik. Het is niet meer de enige party animal, hè, nu? Nee. Precies. Dus nu kunnen jullie allemaal een drankje drinken. Ja, ja. Precies. Nou, proost. Ja. Wij willen graag deze foto uit 1994... opnieuw gaan maken in de hal. Degene die er niet mee op staan, die gaan ook mee. Ja, je komt er niet onderuit. Coach, willen we even zien. Kom op, meneer Koenen. Ja, maar... Godvader van de badminton. Kom op, even die laatste aanwijzingen. Nee, dat gaat dus niet als je zo speelt. Wel in een oefening. Ja. Dan zou ik het wel kunnen doen. Maar dit is natuurlijk flauwekul. Ja. Want dan schreeuw ik iets. Ja, maar het slaat nergens op. Maar het is televisie, het slaat allemaal nergens op. Nee. Mooie vrouwen ervoor, ja. Zo, ja.
Gaat dit wat worden? Even kijken of het er allemaal op past. Oké, clubgenoten. Zijn we er klaar voor? Ja. 1, 2, 3 en lief lachen allemaal. Tot zover de reunie van Brenda Beenhakker en haar clubgenoten. Dit was de laatste reguliere clubgenoten van dit seizoen. Maar volgende week zijn we er nog één keer met alle hoogtepunten van afgelopen seizoen. En ook mijn favoriete fragmenten komen voorbij. Dus heel graag tot volgende week. Ik zou kijken hoor, wordt echt leuk. Nou, jullie mogen verder kletsen wat mij betreft. Dat hebben jullie namelijk nog helemaal niet gedaan vanavond.